In een maaiveld langs de A28 staat een eeuwenoude duiventil. Deze blikvanger aan de Zuiderzeestraatweg is onderdeel van landgoed IJsselvliet. De duiventil werd in 1825 gebouwd en wordt nu beschermd als monument. Het gebouw is van het zogenaamde hooibergtype. Dat wil zeggen dat het huis is gebouwd op 4 L-vormige staanders. Afgelopen week zijn de restauratiewerkzaamheden aan dit monument afgerond. De bewoners, een groep van zo'n 35 duiven, waren tijdelijk elders ondergebracht. Zij kunnen nu hun intrek weer nemen. De renovatie heeft bijna 2 maanden geduurd, maar nu staat de blikvanger met zijn nieuwe koperen dak te schitteren in de zon.